Hey, samen met de lezer geven we jou graag inspiratie in de keuken tijdens deze lockdown. We gaan een taart maken, heel simpel, heel gemakkelijk, met zwarte best. Je kunt dat doen met peren, met appels, met frambozen. Maar het is eigenlijk iets poepsimpel voor thuis, voor iets te maken. De kinderen kunnen super gemakkelijk meehelpen en in 5 minuten is dat bereid. Je moet geen bodem maken, dat is een heel groot voordeel. Dus wat hebben we daarvoor nodig? De blauwe bessen natuurlijk, suiker, bloem, eieren en de melk. Nadien, we gaan daar wat zout ook bij doen, een lepelje honing en nog een beetje boter en suiker voor bovenop onze taart te doen. En dat is het. Ik zei, je smeert je taartbodem in. Het is wel een theeval, maar toch goed in de kantjes, goed aan de zijkant. Van als die taart klaar is. Dus wat hebben we nodig? Suiker, 200 gram suiker. 2 eitjes erbij. De ga je afwegen 200 gram melk, alsjeblieft. Ja. 200 gram melk of 2 deciliter melk. Volledige eieren erin doen. Bloem. Je kunt dat ook in de mixen, hè. Ik ga dat nu niet mixen. Een beetje zout. Dus wat wil dat zeggen? Snuif je zout in doen. Zo. Beetje zout. Zout, dat gaat je smaak in patisserie wat naar boven brengen. 200 gram, chef. Alsjeblieft. Ja? Ja. Merci. Allee, kijk. Voorzichtig roeren, maak dat niet allemaal vol lang. Dank je. Is dat jong, hè? Honing. Dus we moeten goed roeren dat die honing opgelost is. Hè. Kijk er hier. We gieten dat daarin. Voilà, zeg. Moeilijker is het niet. Hè. Je kunt dat met frambozen doen, met appeltjes. Uw appeltjes schillen natuurlijk. Wat is dit? Dat zijn er nog voor vanavond voor aan de televisie. Voilà, zie. Dus zo gemakkelijk is het. Hè. Uw deeg maken, giet dat erover. Nog een beetje, hè. Maar nog bij. Hè. Kijk, dat gaat perfect zijn. Goed in een taartvorm. Gewoon een beetje boter nemen. Dus zit daar geen boter in anders. Maar dan gaat dat ook van boven. Die smaak van die boter. Je taart gaat meer blinken ook. Kijk, dat is eigenlijk echt. Ik heb dat geleerd aan mijn 12 jaar in de Périgord. Ik weet nog niet van wie. Ik heb een keer appels gaan plukken. Een maand. Voor mijn Frans te leren. Ik heb mijn kristalsuiker gebruikt. En nu in de oven. 15 minuutjes, 180 graden. Zo simpel, zo gemakkelijk. Uw keuken ligt niet overeinde. Ligt niet in wanorde. Uw kinders kunnen het doen. De bloem en deieren hangen niet aan het plafond. Je niet moeten uitrollen. Kijk, nee. 180 graden. 10 minuutjes. Zo. Ondertussen. Een koffietje drinken. Arno. En dat die klaar is, weg. Petit gâteau au merti. Wow. Het beste is een beetje te laten afkoelen en dan kunnen we dat mooi snijden. Ik ben dat van de week gedaan met appel. Ik ben eerst nog een keer een rummy cupt. En dan hebben we onze appel en we hebben hem bijna opgegeten. Ja. Om goed te weten als het klaar is of niet, gaat het zoals je doet met een cake, met een mesje dan, gewoon een keer in het midden. Kijk, dank dat bijna niks meer aan. Of zijn meer 10, hè. En dat is gezond, hè. Smakelijk, hè? Ja, smakelijk. Ja. Maar ik kijk niet, maar... Hela. Hij lijkt op een clafoutis, maar het is een taart. Mm. Het ziet er wel heel lekker uit. Pas op, het is nog warm, hè. Kijk. Mm. Simpel, goed, lekker, zelfgemaakt. En gemakkelijker of dat kan niet meer, hè. Geniet er nog van. Kook goed. En blijf gezond.